Ja, lieve vrienden, een goede morgen. Het is, vind ik maar, triest weer. Ik vind het ook niet zo gek warm, alhoewel ik de deur op een kiertje open heb staan. Maar ja, maakt niet uit. Ik zou wel eerst zeggen een hele goede morgen. Ja, bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ze zijn allemaal binnen. Ja. Het is 11:42 en het is 16 juni. Tijd om straks, ik moet om 1 uur dus, bij de kapper wezen. Dan proberen we weer een paar vlok erin te zetten. Maar we zullen het beleven. Hé, hey, kerel. Wie lief. Hallo. Dat ik zat ook te wachten op mijn computer, want er kwam weer van alles tevoorschijn. Die heb ik net even opnieuw opgestart. Hij had ook vannacht gelopen. Nou, weg jullie. Zo. Dan zal ik zo meteen de vlog die vannacht heeft, in de videopad heeft gezeten, zal ik naar YouTube brengen. En ik ga nou eerst lekker een bakje koffie doen. En een broodje doen. Zo, lekker bakje koffie. Hier de koffiepot even opruimen. Ja. Oh, gaan we doen. Wat gaan we doen? Kom je nou bij vrouwtje? Hé, aanhalerig beestje. Ja, je bent een aanhalerig beestje. Jij? Ja. Die is zo aanhalerig. Ja, nou, ik kan geen kant op zo, hé. Blijft hij gewoon bij mijn voeten staan. Je kan niks doen. Ik wil even naar je zusje toe. Hé, ja nou. Die moet ook de aandacht krijgen. Ja, oh ja, die moet ik ook mee. En dan moet ik weer naar boven mijn oude slippers halen als voorbeeld. Want deze slippers die hierin zitten, die doen mij pijn. Dus dat gaat het er niet worden. Dus ja, die breng ik gewoon terug. Ik moet net zoiets wat ik al heb. Ja. Maar ja, komt allemaal wel goed. Want dan hebben we mijn prinsesje. Nou, even fietsen stelen. Het gouden handvat. Hé, jij nou meisje? Ja. Ja, Suzanne, eens kijken. Wat komt die nou weer doen, hè? Wat een dikke je. Kom maar houden, hè? Ja. Is hem maar houden. Ja, schat. Ja, gelijk heb je. Ja, dat lieve vrienden, we proberen vandaag bij de kapper te vloggen. Mag het niet hebben pech, doe ik het na die tijd wel weer. Maar ik ga ook nog even naar de kapper, uit de kapper vandaan. Moet nog ook andere dingen doen. Dus ja, ik neem de boel gewoon mee en als het lukt, lukt het niet, het pech. Simpel zat, dus ja, ik zou zeggen, tot later.
Zo, nou, hij loopt. Nou, zoals jullie zien, lieve vrienden, ik zit hier bij de kapper. Ja, zien jullie me? Ja, moet nog gedaan worden hoor. Het gaat allemaal, hoe ze het doen, het zal me een worst wezen of het maar gedaan wordt. Toch, of niet dan? Ja, het moet wel even mooi worden, hè? Oké, nou, ze gaat dus beginnen en wat ze gaat doen weet ik allemaal niet. Maar jullie zien het straks denk ik wel. Af en toe vlog ik even tussendoor. Want anders wordt mijn arm zo lang. Ja, daar hou ik niet van. Van een lange arm. Dus ik zou zeggen, tot straks. Nou, daar zitten we dan. Met zilverfolie in mijn haar. Ja, en dan maar hopen dat het wat wordt, hè. Maar ik kan me herinneren dat het de vorige keer geen zilverfolie in mijn haar zat. Oh, dat heeft... gewoon goed op het plukje zelf, dan kan ik niet op de rest van het haar komen. Oké. Ja, toen had ze geen zilverfolie erop. Ik had me niet herinneren, dus... Maar ja, we zullen afwachten wat dit gaat worden. Wat leuk is het, stap 3. Ik blauw een beetje. Dus, ja, en de rest, dat wordt allemaal nog gedaan. Dat lekker omhoog scheren en alles, weet ik veel. Ik wil het gewoon lekker weer kort hebben. Maar ja, eerst die verf maar. Dus zeggen, tot later. Nou, het lijkt wel rood. Ik weet het niet. Maar het is nog nat, dus het komt allemaal vanzelf goed. Ja hoor, en het moet nog geknipt worden, want het is nog allemaal lang. Dus ja, het komt ook allemaal goed. Wordt allemaal nog gedaan. En we gaan gewoon weer verder. Tot strakjes. Ja, en niet schrikken, lieve vrienden. Maar ik heb een ander kleurtje maar. Wat voor kleur is het? Beetje roze. Roze-paars, hè? Het is roze-paars, zegt men. Voilà. Nou, leuk of niet? Ik vind het helemaal leuk. Ja, echt ik. Lekker gek. Moet kunnen. Maar oké, ik moet naar het toilet en ik moet betalen. Ik ga eerst naar het toilet, maar jullie gaan niet mee. Nee, doe ik alleen. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben alweer geruime tijd thuis. En jullie weten mijn haar al. Hè? Een mooi kleurtje. Ja, ja, ja. Het is niet roze, het is niet paars. Maar een hoop vinden het wel roze, een hoop vinden het weer wel paars. Ik weet het ook niet meer. Maar ja, ik vind het leuk. En daar gaat het toch om. Maar ik heb ook een nieuwe jurk. Ja. Ik ben er helemaal blij mee. Ik ben er helemaal blij mee. Ja, ik vind het geweldig. Enkel, ik zweef me het apenzuur. Ja. En ik heb de deur open. En toch, het is buiten niet al te warm. En dus, ja, ik weet het ook niet. En dan moet ik de troep opruimen. Ik heb de spullen die ik morgen allemaal mee moet hebben al in de schuur staan op het plantje die Karin en Roderick ook krijgen. Het is een blijvend plantje, die kun je op het balkon doen. Ja, het moet een blijvend plantje wezen. Dus ja, ze kan hem op het balkon zetten, dat is voor in de tuin. Maar ja, ze heeft geen tuin, wel een balkon, dus doet ze hem in een bak. Zo simpel als wat. Maar oké, lieve vrienden, ik maak er gelijk een einde eraan. Dan kan ik misschien deze vlog vanavond nog in elkaar zetten. Want anders kom ik er niet. Nee, ik moet ook bij tijd naar bed. Want ik moet morgenochtend er heel vroeg uit. Want ik moet om 8:00 al op het station zijn. Dus ja, dat wordt om 6:30 eruit. Ja! Dus, dan is het een ritje Den Haag. En Astrid die komt hier, die gaat oppassen. Ja, die past lekker op mijn hondje. Hé, tante Astrid, hè, komt. Ja! Oh, zo lekker, hè. Een kusje. Dankjewel. Dus ja, dan ga ik de troep even opruimen. Want ik heb wel een eigen naaibox. Maar ik had dat van mijn mannetje gepakt. Die had ook wat naaigerij. En dat stond het licht erbij. Kijk, ik pak dat, weet je. Ja, dan zal die naald nog in doen. Waar is het kaartje nou? Hier ook. Ja, en ik kan jullie niet neerzetten. Want
die statief dat is bij elkaar. Dus ja, dan ga ik dus opruimen. Want het moet ook allemaal aan de lade voor morgen. Dus het komt allemaal goed. Even jeuken waar ik jeuk heb. Krabben waar ik jeuk heb. En ik zou zeggen, fijne avond. Genieten van met elkaar. En lekker slapen. Wel trusten degene die morgen naar de kerk gaan. Een gezegende kerstdienst kerkdienst gewenst. Hè? Ik kan hier niet meer aan mijn woorden komen. Dat geniet van alles met wat jullie doen gaan. En wees lief voor elkaar. Doei doei!